Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken moet aanstaande maandag getuigen in een strafzaak. En dat ministers in zo'n zaak moeten voorkomen, dat gebeurt zelden. Het gaat om de strafzaak tegen de oud-VVD-politicus in Limburg, Jos van Rij. Nu wordt Van Rij van alles en nog wat verdacht. Maar ook van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan burgemeesterskandidaat voor Roermond, een partijgenoot van hem. Ja, vertrouwelijke informatie doorgeven, dat mag natuurlijk niet. Dat mag nooit. Maar toch, rondom die benoemingen van burgemeesters en commissarissen van de Koning zit vaak een heel schimmig gebied. Partijen hebben vaak speciaal iemand in een fractie in de Tweede Kamer die zich bezighoudt met die benoemingen. Die kijkt welke vacature is er, welke mensen zijn geschikt, mensen kunnen zich daar aanmelden. Ze praten met die mensen, er wordt informatie uitgewisseld, er worden referenties gewisseld. Er wordt gesproken over ja, de problemen waar die gemeente mee zit, hoe de samenstelling is van de raad, waar je rekening mee moet houden. Ben je er wel geschikt voor, zijn er andere betere kandidaten? Kortom, er wordt heel veel informatie uitgewisseld door grote partijen vooral met lokale bestuurders van die partijen. Van Rij noemt dat gewoon klankborden. Dat gebeurt lokaal, dat gebeurt provinciaal. En landelijk. En dat gebeurt voor de Nationale Ombudsman, dat gebeurt voor leden van de Rekenkamer. Anders komt het niet tot stand. Komt het gewoon niet. Minister Plasterk reageerde daarop met de volgende tweet. Hij zei eigenlijk, er klopt helemaal niks van. Nou, en juist deze tweet wordt hem kwalijk genomen. En de advocaat van Rij zegt, de minister bemoeit zich met een lopende strafzaak. En hij moet ook maar voor het bankje komen om uit te leggen hoe het zit. Dat zal hij met alle plezier ook doen. En Plasterk zei deze week nog, zei het een beetje omvloerst, dat hij geen spijt heeft van deze tweet. Maar staat u nog steeds achter de inhoud van uw tweet? Dat zal ik daar toelichten, ja. Ja, dus. Ik zeg er nu verder even niets over. Maar ik vraag me toch oprecht af of minister Plasterk achteraf gezien geen spijt heeft van deze tweet. Want stel nou dat de advocaat van Rij aanstaande maandag aan de minister vraagt, kunt u mij één geval misschien bewijzen waarvan u zeker weet dat er geen overleg is geweest over een kandidaat tussen partijleden? Ja, dat kan hij niet. Want het zou betekenen dat hij getapt zou moeten hebben of andere dingen gedaan zou moeten hebben. Kortom, wat hij hier beweert in die tweet, dat kan hij niet hard maken. Hij heeft eigenlijk onzin getweet. Dat gaat aanstaande maandag denk ik blijken. En dan heeft de minister denk ik een probleem. De Tweede Kamer zal dan ook opheldering van hem willen. Een minister die zich mengt in een lopende strafzaak en die onzin tweets uitstuurt, die hij niet hard kan maken. En dat partijen zich nog steeds daadwerkelijk met benoemingen bemoeien bleek overduidelijk in 2014 toen het ging om de nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Lisbeth Spies, oud-Kamerlid, gedeputeerde en minister voor het CDA, was dé kandidaat van het CDA voor die post. Maar Jaap Smit, de oud-voorzitter van het CNV, ook CDA-lid, ging er met de functie vandoor. Smit had zijn partij niet geïnformeerd over zijn kandidatuur. En fractievoorzitter Buma van het CDA was er eigenlijk best heel narrig over, chagrijnig. Waarom wist hij dat niet? Waarom had Smit zich niet even gemeld? Hij deed het op eigen houtje. Maar hieruit bleek wel weer dat partijen zich nog steeds met benoemingen bemoeien. Kortom, minister Plasterk heeft een lastig verhaal uit te leggen aanstaande maandag voor de rechtbank. Want hij heeft iets beweerd wat hij niet kan bewijzen.